Ja, Dordrechtse. Pff, Dordrechtse. Dat is kei moeilijk om te zeggen, man. Wil jij ons beginnen? Of? Nee, absoluut niet. Yo, het is dinsdag en dat wil zeggen het is tijd voor GamersNET Gear. Ik ben Tom, dit is Daniel. Daniel heeft een baard, dat kun je zien. Tof hè? En dit is de Trust GXT 353. En dat is een vibrerende headset voor je PlayStation 4. Ja, speciaal voor je PlayStation 4, maar hij is ook te gebruiken natuurlijk voor je PC. Ja, het is gewoon met een USB-tje aansluiten. Ziek lange kabel ook, 3 meter. 3 meter, ja, klopt. Zodat die in je PlayStation 3 kan. Het past dus ook niet in F4, sorry. En het past ook niet in je controller, want USB. Maar wat natuurlijk meteen opvalt is Trust. Dat is een Dordrechtse bedrijf, Nederlands bedrijf. En die had al eerder een vibrerende headset. En dat was voor je PC. Dat was de Trust GXT 363. En die hebben wij ook al in GamersNET Gear gehad. Sterker nog, Peter is helemaal wild van die headset. Hij streamt er nou steeds mee. Hij vindt het een hele kwalitatieve headset. Oh? Hoe is dat met deze? Niet. Nee. Gewoon niet? Het zit kwalitatief wel echt goed in elkaar. Het is een stevige headset. Robuust ziet het er in ieder geval uit. Het zijn mooie rubberen oordoppen. Het enige punt is, je kan hem eigenlijk niet echt verstellen. Het is alleen de onderste band, zeg maar, die meebeweegt als je hem op je hoofd zet, maar je kunt hem niet verder groter, kleiner, strakker maken. Dat doet me een beetje denken aan een headset die ik heel lang heb gebruikt, die van SteelSeries. Die hebben ook zo'n bandje dat je eigenlijk, maar wat ik daarvan vind is dat het juist altijd comfortabel zit. Maar heb je dat niet hiermee dan? Dat het eigenlijk altijd wel goed zit omdat hij zichzelf verstelt? Nee, want je kan niet echt zelf bepalen hoe strak een headset nou daadwerkelijk zit. Het past wel op je hoofd, maar het is niet zo dat je hem zelf helemaal instelt op hoe licht je hem op je hoofd zet. Ah, oké. Okay. Want de zoveelste keer, ik ben best wel moeilijk met headsets en ik verstel me graag zodat hij wat lichter op mijn hoofd zit. En dat had ik bij deze. Je zet hem op je hoofd en hij is ook heel erg, hij sluit heel erg flink naar binnen. Oh, het is zo eentje die probeert je hoofd dicht te drukken, ja, zeg maar. Ja, precies. Oh, dat had ik heel erg. Dat ik, op een gegeven moment voelde ik echt de hoofdpijn opkomen. Hij zit eigenlijk gewoon te strak. En ik vond eigenlijk ook de oordoppen in dat opzicht te groot. Ja, dat is ook een probleem bij mij. Ik heb best wel kleine oren, dus die oordoppen sloten om mijn oren heen, waardoor mijn oren dus op dit harde stuk waar het geluid uitkomt. Oké, dus, maar als ik jou zo begrijp is het best wel een onding voor dan toevallig jouw hoofd. Ja. Oké, dat is goed om te weten. Dus mocht je nou naar deze video kijken, je ziet Daniels gezicht, je hebt iets van, dat lijkt wel een beetje op mijn gezicht, dan heb je dus een probleem met dit ding. Dus oké, qua comfort is het dus niet echt geschikt voor de lange zit als je zo'n hoofd hebt zoals snel. Nee, maar ik vind überhaupt dat je hem niet echt kan verstellen op hoe strak of hoe licht die headset zit. Dat vind ik best wel jammer, want een headset moet, ja, kijk, moet juist comfortabel zitten. Precies, maar de een vindt het strak lekker en de ander vindt hem losjes lekker en dat kun je gewoon niet verstellen. Dit is dus echt zo'n ding wat je in de winkel op moet pakken en dan toch even je hoofd moet zetten eer je die koop gaat maken. Ja. Maar oké, dus comfort is een beetje een discutabel puntje. Ja. Maar hoe is het geluid? Als in van, hey, trilt het lekker je oren eraf? Het geluid vind ik echt wel heel goed. Zeker bij Battlefield 1. Maar ja, dat is ook, shooters zijn heel vaak echt de perfecte test voor zo'n game. Ik heb bij meerdere games heb ik hem granaatinslag. Precies, maar bij meerdere games heb ik hem getest. En ja, bij Battlefield 1 is het gewoon echt top. Alleen, er zit een vibrerende functie in die je zowel uit kan zetten als 3 opties aan kan zetten. Dus licht, medium en flinke vibratie. Ja, maar de vibratie is niet echt heel erg imposant aanwezig. Het blijft best wel minimaal. Het is, als je een granaatinslag krijgt, dan voel je hem een klein beetje trillen. Maar ik had hem eigenlijk continu op de hoogste vibratiestand staan. En toen had ik af en toe echt zoiets van, oh, trilt hij wel? Oké. En dat vond ik best wel jammer, want ik heb zoiets van, oké, als jij een vibrerende headset maakt, zorg er dan ook voor dat je echt die intense trillingen voelt. Maar dat heb je met die 363, die eerdere headset, die heeft een veel grotere oorschelp. En daar vond ik dat het best wel hard trilde allemaal. Het trilt best wel je oor eraf, maar dat is hier dus een heel stuk minder, of niet? Ja, maar ik had dus het gevoel dat soms de explosies ervoor zorgde dat het leek te trillen, plus een klein beetje het trillen van de headset zelf. Want je hebt natuurlijk best wel het intense geluid van een dikke bas of een dikke explosie. Ja, dan wil je dat ook wel terugvoelen in de headset. Maar dat vond ik eigenlijk... Het voegt wel iets toe, maar eigenlijk te weinig voor... het staat groot op de doos, dus je wil dan ook echt dat het hard vibreert en niet zo van, volgens mij je wil echt gaan voor de extra belevenis, dat je denkt van, wow, vibratie, wow, ik wil echt gewoon eigenlijk, maar net zoals je een film kijkt met dikke subwoofers, je wil je huis voelen trillen, maar dat gebeurt dus met die headset niet. Je voelt de vibratie wel, het is een toevoegingtje. Maar het is eigenlijk minimaal. Oké, maar geluid zelf is wel helder? Of dat je zegt van, nou ja, de geluidskwaliteit zelf had ook wel een stapje omhoog mogen zetten? Nee, dat is prima. Ja, kijk, het is een headset met een richtprijs van €89. Dus medium range. Ja, precies, medium range. Uiteraard, er zijn headsets met beter geluid. Maar voor deze prijsklasse vond ik het geluid... wel goed helder en met de vibratie stoorde het ook niet bijvoorbeeld. Oké, natuurlijk gaming headset, dan draait het ook om hoe de microfoon het doet. Dus hoe kunnen we dat anders aan jullie laten horen dan het gewoon daadwerkelijk te laten horen? Take it away, microfoontest. Ja, dit is de microfoontest van de Trust Vibrating Headset GXT 353. Ja, het klinkt misschien een klein beetje dof, maar het is echt wel prima voor een stream. En ja, je hoort het, het is best wel oké, het is best wel tof. En als je mij hoort tijdens de streams met deze headset, volgens mij is het wel, ja, wel prima toch? Nou, we gaan snel terug naar de GamersNET Gear, terug naar Tom en Daniel. Oh, dat ben ik. Nou, je hoort het, voor €89 op zich niet echt verkeerd geluid. Niet top of the line natuurlijk, maar op zich, het kan ermee door. Een streampje zou je er wel mee kunnen draaien, zou je kunnen zeggen. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, helemaal dat... nee, kut, ik wil helemaal PlayStation af gaan zeiken. Nou, oké, dat is dan wel prima. Dus alles in één, even concluderend, is dit een aanrader? Ja, nee. Ja, voor de medium range, je moet kijken of je het comfort goed vindt, want de headset, ja, je kan niet heel veel aanpassingen doen, dus hij moet goed op je hoofd zitten, eigenlijk direct. Maar de geluidskwaliteit is goed, de vibratie is wat minimaal, ook op de hoogste stand. Het voegt wel iets toe, maar verder is het een prima headset. Jammer dat de microfoon niet verstelbaar is. Oh, die zit ook echt helemaal vast? Ja, die zit ook helemaal vast. Dat is wel jammer. Ja, verder, je hebt een 3 meter kabel voor je PlayStation 4. Je kunt natuurlijk het geluid muten of de microfoon muten. Oké, dat dan weer wel, ja. En je volume reguleren. Dus ja, alle opties zitten erin. Het is verder, ja, minimaal qua modificatie, maar verder, ja, buiten het tegenvallende comfort is het een prima headset. Ik vind hem er alleen niet mooi uitzien. Mag dat nog even gezegd worden? Dat het gewoon, ja, I don't know. Dus ik wil het niet meer gezien worden. Nee? Nee, absoluut niet. Ik vind het nog wel aan. Ja, wil jij maar in de trein zitten met die 3 meter kabel? Jezus. Nee, in de trein niet. Nee.